Als de kinderen zeggen dat ze niet het idee hebben gehad dat ze hebben gerekend, maar onwijs met rekenen bezig zijn geweest. Dat vind ik echt het mooiste. Ik wilde echt een minor volgen waar ik verdieping uit ging halen. En omdat rekenen echt wel mijn dingetje is, heb ik gekozen voor de rekenminor. Ik denk als je rekenen heel interessant vindt, of juist als je rekenen heel lastig vindt in het basisonderwijs, en dan vooral gericht op didactiek denk ik ook, is dit gewoon een hele mooie verdieping. En ik denk dat je de basis ook wel leert in de eerste jaren van de opleiding, maar als je echt meer wil kijken naar wat de inhoud is van de verschillende modellen, hoe je die kan toepassen, hoe je de leerlijnen, hoe die eruit zien, hoe je die uit kan zetten op scholen. Maar ook als je denkt, nou, misschien wil ik wel rekencoördinator worden, dan is dit een hele mooie basis om eens te kijken of je dat interessant vindt. Ik vind rekenen super interessant en de literatuur erachter, zeg maar. Hoe je daar hoe je betere lessen neer kan zetten. En hoe je kinderen motiveert ook vooral. Sommige kinderen vinden rekenen helemaal niks en sommigen vinden het juist heel erg leuk. En vaak heeft dat ook wel samenhang met of je het begrijpt of niet. En eigenlijk wil ik alle kinderen dat ze het leuk gaan vinden en ook gaan begrijpen. Ik vind dat het de methodes niet altijd aansluiten. Dat is meer op het platte vlak, maar ze passen het niet praktisch toe. En door deze minor is het wel dat je dat steeds meer tools hebt gekregen om dat wel te kunnen doen. Het gaat vooral heel diep in op hoe je rekenen juist het beste kan aanbieden aan zwakke en aan goede rekeners. Dus je hoeft helemaal niet zelf per se heel goed te kunnen rekenen. Er is een verschil tussen rekendidactiek en rekeneigenvaardigheid. En deze minor is dus gericht op rekendidactiek. Dus het gaat niet over eigenvaardigheid. Het helpt wel op het moment dat je dus, je onzeker voelt in je eigen rekenvaardigheid om zeker te worden in je rekendidactiek. Tijdens bijeenkomsten bespreek je eigenlijk bepaalde literatuur. Je verdiep je in verschillende opdrachten, ga je doen. Je doet een opdracht samen, je doet er eentje zelf. Je krijgt heel veel tools om hoe je rekenen kan toepassen op een hele andere manier dan binnen de methodes. En de stappen die je kan volgen om een leerling te helpen die het juist moeilijk vindt, of juist een leerling die het makkelijk vindt, die helpen extra uitdaging. Het is heel divers. We hebben allerlei gastcolleges van verschillende mensen. We gaan aan de slag met spellen, maar we gaan ook aan de slag met dyscalculie of met hoogbegaafdheid in het rekenonderwijs. Deze minor bestaat uit een aantal onderdelen. Eentje daarvan is dus het vakdossier. In het vakdossier ga je dus artikelen lezen die jij interessant vindt over het gebied van rekenen. En je hebt allerlei opdrachten, bijvoorbeeld een diagnostisch gesprek voeren of een rekenwandeling ontwerpen. Het gebruik van Snapit komt aan bod of over hoe je hoogbegaafdheid kunt signaleren. Dat zijn allemaal opdrachten die je daarmee doet. Dan heb je de lesson study. Dus in tweetallen ga je twee keer een les filmen en dan met elkaar bekijken welke verbeterpunten er zichtbaar zijn. Je hebt het groepsonderzoek, dus je kiest een onderwerp met jouw groep die je heel interessant vindt. En als laatste natuurlijk het meesterstuk waarin je individueel aan een rekenproduct werkt. Ja, het meesterstuk is iets wat je zelf ging ontwerpen, wat zou helpen in jouw school. Dus ook wat je school graag wil extra qua rekenen. Dat kan iets verrijkends zijn. Het kan ook juist iets zijn om leerlingen te helpen die het moeilijker vinden. En het kan ook zijn school helpen bij het kiezen van de methode. Maak je bijvoorbeeld een spel of een handleiding of dat is zeg maar je eindproduct wat je maakt en daar verrijk je het rekenonderwijs mee, is het idee. Maar dat kan ook een kijkwijze zijn omdat er een nieuwe methode uitgekozen moet worden. Dus dat kan heel divers zijn, maar het moet wel aansluiten bij je school. Het is heel vrij, je mag zelf weten waar het over gaat, maar het moet wel vernieuwend zijn. Er moet een handleiding en een theoretisch kader aangekoppeld worden. En verder ga je dat dus ontwikkelen en dan uitproberen in de praktijk om te zien of het werkt en aanpassingen doen waar nodig. Het heeft gewoon heel veel geholpen met inzichten in het rekenonderwijs en hoe je dat het beste kan aanbieden in je klas. Daar heb je gewoon best wel veel dingen over geleerd. Dus het is gewoon dat je zelf wat sterker in je schoenen kan staan over het rekenonderwijs betreft. Op het moment dat je klaar bent met deze minor, dan heb je echt wel het gevoel dat je gewoon weet waar je het over hebt. Dus dat is denk ik ook wel gewoon heel fijn aan deze minor. Je kan echt straks in je team zeggen, of de school waar je werkt, van nou, ik ben echt rekenexpert.
Sowieso je rekendidactiek is zo ontwikkeld dat je echt wel adviezen kan geven aan leerkrachten die in het rekenonderwijs vastlopen. Daarnaast krijg je heel veel creatieve ideeën over hoe je rekenonderwijs nog betekenisvoller en uitdagender kunt maken voor kinderen. Ja, het is ook gewoon heel, ook gewoon heel gezellig om met elkaar, met mensen, met gelijkgestemde studenten die het ook heel interessant vinden om met elkaar daarmee bezig te zijn.